Hallo beste lokeraars, dames en heren. Ik wens jullie allemaal een bijzonder gelukkig nieuwjaar. Een bijzonder gelukkig en gezond 2022. Jammer genoeg stond het vorig jaar, 2021, iets te veel in het teken van corona, van dat verdomde coronavirus. En het ziet er jammer genoeg naar uit aan het begin van 2022 dat we er nog steeds niet vanaf zijn. Maar, beste lokeraars, wij leven op hoop. Iedereen zal een boosterprik krijgen. Voor degenen die dat nog niet gehad hebben, zou ik toch willen vragen om een klein beetje geduld uit te oefenen, zodanig dat de mensen, de vrijwilligers van ons vaccinatiecentrum, zich toch ook een beetje deftig kunnen organiseren. Daarnaast zijn professoren en experten op hoger niveau bezig met het produceren van een echte coronapil. Laat ons duimen voor die mensen, want dat zou er natuurlijk voor zorgen dat we definitief af zijn van dat verdomde coronavirus. Samen, beste lokeraars, samen komen we er zeker uit. Waar ik bijzonder fier op ben, beste lokeraars, is de solidariteit die leeft bij jullie, bij de lokeraars. Die leefde en die nog altijd leeft. Jullie dragen in de afgelopen periode zorg voor jullie gezin vanzelfsprekend, maar ook voor jullie familie. En ik heb massa's getuigenissen gehoord van mensen die zorgden voor hun buurt. De buren die het soms iets moeilijker hebben, daar dragen jullie ook zorg voor. Dank u wel daarvoor. En ik zou in het bijzonder ook andermaal het zorgpersoneel van harte willen danken voor hun inspanningen. De dokters, de apothekers, het verplegend personeel, noem maar op. Allemaal van harte dank voor de geleverde inspanningen. En specifiek als burgemeester wens ik toch ook eventjes de stadsdiensten in het licht te zetten. Zij hebben onder moeilijke omstandigheden, geloof me vrij, bijzonder hun best gedaan om toch ten dienste te kunnen blijven staan van jullie, van alle lokeraars. Als stadsbestuur gaan wij in 2022 natuurlijk verder massaal investeren in onze prachtige stad. Vorig jaar is de firma Callebaut, heeft de firma Callebaut zich hier gevestigd in ons industriepark. Dat dit jaar zullen daar nog een tientallen bedrijven bijkomen, wat toch een zeer goede zaak is voor de tewerkstelling in onze stad en in onze regio. Wij zullen ook verder investeren in een aantal stadsgebouwen. Het belangrijkste en het meest in het oog springende is natuurlijk ons zwembad. Wij gaan een nieuw zwembad bouwen en in 2022 zal alvast het oude zwembad afgebroken worden en zullen we starten met de bouw van het nieuwe. We zullen ook een nieuwe brandweerkazerne bouwen in de Haarsnijderslaan. En wij gaan natuurlijk verder een aantal straten renoveren in onze stad. Ik denk aan de Groentemarkt en de Oude Vismijn. Ik denk aan de Hemelse Schoor en het Veldeken. Ik denk aan de Kriekerijen. Dus wij investeren massaal verder in onze prachtige stad, zodanig dat het goed omleven blijft en altijd zal blijven in Lokeren. Voor de geïnteresseerden organiseren wij ook in 2022 een tiental hoorzittingen, laten we zeggen roadshow. Een roadshow die wij organiseren in een tiental wijken in onze stad, waar wij in gesprek gaan met jullie. Dus de mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen gerust afkomen, kunnen een keer een klap kunnen doen. Misschien hebben jullie een aantal goede voorstellen die onze stad nog verder kunnen beter maken. Ik zou zeggen, tot dan en gelukkig nieuwjaar. Leven 2024.